Fernando Gómez Acebo, de neef van koning Felipe van Spanje, is op 49-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dit droevige nieuws werd bekendgemaakt door de gerenommeerde Spaanse krant El Mundo. Het leven van Gómez Acebo nam vrijdagavond een tragische wending toen hij plotseling overleed na ernstige ademhalingsproblemen. De neef van koning Felipe was eerder die week opgenomen in een ziekenhuis in Madrid vanwege aanhoudende ademhalingsproblemen. Die verergerd waren door de nasleep van de corona die hij tijdens de pandemie had opgelopen. Gomez Acebo, liefkozend bekend als Coco, was de jongste zoon van Infanta Pilar, de zus van Juan Carlos, de vader van Koning Felipe. Ondanks zijn fragiele gezondheid stond hij bekend als een innemende persoonlijkheid en was hij een ervaren skier. Zijn onverwachte overlijden heeft een diepe rouwsluier geworpen over de koninklijke familie en de bredere samenleving. Volgens El Mundo wordt Gomez Acebo zaterdag overgebracht naar een mortuarium in Madrid, waar familie en vrienden de gelegenheid zullen hebben om afscheid van hem te nemen en hun laatste eer te bewijzen aan deze geliefde persoon. De dood van Fernando Gomez Acebo laat een leegte achter in de harten van velen, en zijn herinnering zal voortleven als een eerbetoon aan zijn levenslustige geest en zijn moedige strijd tegen gezondheidsuitdagingen. De Spaanse samenleving deelt in het verdriet van het koninklijk huis en biedt hun oprechte medeleven aan in deze moeilijke tijd.